Heel eerlijk, ik denk dat, dat je dan pas beseft en weet dat je eigenlijk in de voetbalwereld er vaak alleen zelf voor staat. Ik denk dan niet dat ik op teamgenoten kan terugkijken die mij daar doorheen hebben gesleept. Helemaal niet zelfs. Geboren in Gouda? Ja, geboren in Gouda. Hoe was het daar? Hoe ben je daar opgegroeid? Ik denk dat ik kan terugkijken op een fijne jeugd. Van jongs af aan al. Eigenlijk opgegroeid in een voetbalfamilie. Bij mijn vader en mijn broer altijd meegegaan naar de voetbal. Mijn eerste stapje is eigenlijk op het voetbalveld gezet toen ik 4 was. Ze konden me niet meer houden. Ik ging altijd met mijn broer mee. En op een gegeven moment zei ik gewoon tegen die trainers van... ja, mag ik meedoen? Weet je wel, tegen wat lagere elftallen. En ze zagen wel dat ik al een balletje kon trappen. En ik was er altijd bij. Dus toen zeiden ze van, weet je wat, sluit me aan. Ja, toen eenmaal meegetraind zagen ze wel dat ik al een beetje kon ballen. En toen zeiden ze gewoon van, ja, als je hier vaker bent, train maar gewoon lekker mee. Eigenlijk maar 2 jaar gevoetbald. En toen ben ik al heel snel eigenlijk in de jeugd van Sparta terechtgekomen. Je gaat uiteindelijk van Sparta naar Feyenoord. Ja. Is Feyenoord altijd jouw droomclub geweest in je jeugd? Wie was je droomclub? Jawel, Feyenoord was wel... ik ging naar Sparta in Rotterdam. Daar is er nog één club boven Sparta, vind ik. En dat is Feyenoord. Ja, toen ik eenmaal hoorde dat ik bij Feyenoord terecht zou komen en dat ik daar naartoe mocht gaan, ja, dan denk je wel van die droom komt steeds dichterbij. Alleen je bent nog zo jong en je moet nog zoveel jaren, zeg maar, elk jaar weer opnieuw jezelf laten zien. Maar ja, het was wel een droom die uitkwam. En ik denk dat dat voor velen zou zijn als je voor zo'n grote club wordt gevraagd. In 2013 kreeg je jouw eerste profcontract bij Feyenoord. Ja. Wat was je eerste reactie toen je hoorde van... Ja, supermooi, supermooi. Veel emotie, dat weet ik nog wel. Huilen? Ik heb wel een traantje gelaten mooi, volgens mij. Toch? Omdat ja, ik was een van de weinigen die nooit het grote talent was bij Feyenoord. En we hadden ook een heel goed elftal met heel veel goede talenten die eigenlijk ook allemaal zijn doorgebroken. Dus op dat moment was er gewoon geen plek. Maar ik heb mezelf wel teruggeknokt en dat vond ik het mooiste eraan. En daarom denk ik dat ik wel een beetje emotioneel werd, ja. Oké, volgens mij je eerste minuten maak je in KNVB beker. Ja, klopt. Onder Ronald Koeman. Ronald Koeman, inderdaad, tegen PSV uit. Hoe is Ronald Koeman? Hoe is hij als trainer, hoe is hij als mens? Is er ook iets wat je altijd is bijgebleven? Wat hij jou heeft meegegeven bijvoorbeeld? Ja, altijd gewoon nederig zijn. Dat je jezelf moet blijven en jezelf moet blijven geloven. En voor de rest had ik altijd het gevoel dat hij echt... Ja, je had echt respect voor hem als hij voor de groep stond. Wat ik vind dat er in deze tijd wel eens wat schaadt is dat je als jonge jongen nog best wel een grote mond durft te hebben. Ja, dat durfde hij toen echt niet. Ronald Koeman is echt een manager eigenlijk die boven de... Boven de groep uit, staat, boven de groep uitstaat en daaronder heb je nog trainers die echt de veldtrainingen deed. Maar hij hield echt alles in de gaten. Dus als je als jonge jongen het doeltje niet ging opruimen, dat is het eerste wat hij zag. Van werd je even aan je jasje getrokken of als je te vaak met merkkleding naar de club kwam met je eerste profcontract, dan kon hij ook wel eens moeilijk om doen. Ja, dat hij zei van ja, let je wel op je centjes en dat soort dingen. Ja, het heeft me wel geholpen. Ik vind het wel goed hoor. Ja, ja zeker. In die zin heeft hij... wel gezag en ja, een beetje een barbapapa van de groep. Eigenlijk wel, ja, zeker, zeker, letten. Zeker. Hij let wel echt op je. En, ja, ik vond dat wel mooi, ja. Langzaam maar zeker word je een vaste waarde bij Feyenoord. Ja, ja. Ja, je speelde ook met Dirk Kuyt, toch? Ja. Ja, die kwam terug in dat seizoen dat jullie de KNVB-beker wonnen. Hoe beleefden jullie als selectie dan? Want er komt ook een grootheid weer terug bij Feyenoord. Ja, ja kijk, Dirk Kuyt is een persoonlijkheid en... Hij heeft bij grote clubs gespeeld, wat je zegt, Liverpool. Maar ja, Venner, Liverpool, Venner. En als je ziet wat hij daar heeft gedaan. En hij was altijd een beetje het type van hard werken wordt beloond. En hij bracht dat wel, denk ik, over naar Feyenoord. En hij heeft ook altijd gezegd van ja, ik maak Feyenoord weer kampioen. En, hij heeft het ook tegen jullie zo? Ja, toen hij kwam zei hij zeker van we gaan prijzen pakken. En bij het begin denk je wel van ja, weet je kan makkelijk lullen. Maar uiteindelijk heeft hij wel gelijk gehad. Ja, bizar eigenlijk. Ja, het is wel bizar, maar wel echt respect. En dan zie je maar dat mindset ook heel veel kan doen. Ja, zeker. En het seizoen erop inderdaad worden jullie als Feyenoord landskampioen. Ja. Voor jou persoonlijk was het denk ik een jaar met dieptepunten. Ja. Langdurig geblesseerd. Eigenlijk heb je dat seizoen niet gespeeld of nauwelijks? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Volgens mij 1 wedstrijd op de bank gezeten.
Want ik kan me nog herinneren, ja, de zucht, die komt er ook ja, die ja, komt er weet ook je, het zit diep. Het zit diep wel in de zin van, als je als topsporter wil je natuurlijk jezelf laten zien. Het mooiste jaar van Feyenoord in jaren. Heb je helaas geen aandeel in kunnen hebben. Ik weet wat ik in die tijd zat ik tegen het Nederlands elftal aan. Ik was net doorgebroken op hoog niveau. En dan raak je geblesseerd door ja, een kutblessure eigenlijk. En dan ja, wordt Feyenoord kampioen. Dat is wel moeilijk geweest, ja. Hoe ben je die periode ja, doorgekomen? Welke ploeggenoot hebben jou er echt doorheen gesleept op dat moment? Heel eerlijk, ik denk dat... dat je dan pas beseft en weet dat je eigenlijk in de voetbalwereld er vaak alleen zelf voor staat. Ik denk dan niet dat ik op teamgenoten kan terugkijken die mij daar doorheen hebben gesleept. Helemaal niet zelfs. Echt? Ja, is pittig. Is pittig. De voetbalwereld is daarin hard. Maar dat heeft me wel gevormd tot wie ik nu ben. En dan kan ik ook wat makkelijker omgaan met de blessures die ik daarna heb gehad. Ik vond dat toen mijn eerste blessure vond ik wel ja, wel pijnlijk ook als je ziet hoe mensen dan ineens met je omgaan, vrienden om je heen die het dan ineens niet meer hebt of je wordt anders behandeld vind ik en dat is jammer. Wauw, dat vind ik wel echt oké. Ja, dat gebeurt, weet je. Voetbal is de ene week ben je een held en de andere week ben je de slimiel. Afgelopen weekend zag ik Ajax Heerenveen. Ja. En ik zag ook een paar leuke 1-op-1 duels met Steven Berghuis. Op dat moment ging ik beginnen te lachen. Op dat moment kwam meteen weer een flits in mijn hoofd van, je weet wel waar ik naartoe wil, ja, denk ik. Zeker. Het incident op de training bij Feyenoord. Ja. Er was een duel tussen jullie en uiteindelijk werd er natrappen, werd er boksen tussen jullie twee. Ja. Is er altijd een soort van spanning tussen jou en een Berghuis geweest? Of... Nou, misschien op het veld wel soms. We zijn allebei gewoon wel in die zin winnaars. En als het niet zint, dan zeggen we dat. Alleen Steven was in die tijd was hij bij Feyenoord wel gewoon iemand die het team op sleeptouw nam. En waren er gewoon heel weinig jongens die wat tegen hem durfden te zeggen. En ja, ik vind gewoon dat als we in het veld staan, dat we allemaal gelijk zijn en niemand is meer waard. Dus ik zei daar wel soms wat van. Maar ja, ik denk dat we dat gewoon altijd gewoon goed geaccepteerd hebben. En ja, soms is het gewoon vlam in de pan. En ik denk dat we die week daarna hebben het gewoon weer goed bijgelegd. En konden we gewoon het samen door één deur. Dus ik denk dat ik daar ook niet zo heel veel waarde aan hecht. Ik snap dat het leuk is voor de buitenwereld om soms te zien. En het gebeurt toch heel vaak? Het gebeurt ook vaker dan, kijk, nou, dan dat. Op dat moment stond er toevallig een cameraploeg bij. Maar volgens mij gebeurt het echt heel vaak. Dat ja, zeker, zeker. Het gebeurt ook hier bij Heerenveen. En, waar je het ook niet zou van verwachten. Maar die dingen gebeuren. En ik vind dat dat ook bij hoort, joh. Als het elkaar niet zint, dan mag je dat gewoon soms zeggen. Alleen soms gaat het eventjes iets te ver. Ja. En, daarna geven we elkaar weer een hand en zijn we gewoon weer... prima teamgenoten. Ja. En we hadden het er net al eventjes over, hè? Over ja, je blessures die je gehad hebben, die je gehad hebt, ja. Vaak langdurige blessures ook. Heeft je dat ooit op tot nadenken gezet van dat je zoiets dacht van fuck it, ik stop ermee? Meerdere malen denk ik, zeker. Het probleem bij mij is als ik een blessure heb, dan is het ook niet een blessure van 2 maanden of zo. Dus dan ga je gelijk praten, gelijk over 8 maanden, mijn laatste. Daarvoor 1,5 jaar een keer en daarvoor nog een keer 1,5 jaar. Ja, dat knaagt natuurlijk aan je. Want elke keer als je die stappen aan het zetten bent in je carrière, je bent toe aan de volgende stap misschien, dan gebeurde er wat. Ja, dat is zuur en dat knaagt aan je. Op een gegeven moment zeg je wel van, ja weet je, ik ga wel wat anders doen, want het is prima zo. Ik heb... ook geen zin meer om elke keer, ik ben voetbal geworden omdat ik het spelletje leuk vind op het veld, maar niet om altijd maar in die gym te zitten en te revalideren. Maar ook heel snel daarna is dat knopje weer om en ik vind het spelletje gewoon veel te leuk om nu al afscheid ervan te nemen, zeg maar. Ja, dus je hebt verwerkingstijd nodig, laat het zo zeggen. Sven, ik moet er toch even, want anders ben ik gewoon een kut interviewer. Ja. Ik moet er toch even over beginnen. Ik weet dat jij er een bloedhekel aan hebt, wat ik links en rechts gelezen heb. Ja. Want sinds 1 mei 2021 hangt er een kutrecord
aan je broek, zo kunnen we het gewoon zeggen. Ja. De meeste eigen doelpunten ooit, 8, als ik het goed kan herinneren. Hoe dan? Hoe kan dat? Ja, als ik het had geweten, dan had ik dat ook wel voorkomen. Maar ik denk dat ik er aan zeker 3, misschien wel 4 zelfs, niks aan kan doen. Of ze gaan er sowieso in, of een balletje die ik terugspeel naar de keeper 2 keer, die gewoon niet wordt aangenomen door de keeper, maar die erin vliegt. Ja, dan worden ze wel op je naam geschreven. Ja, hoe komt dat? Geen deals met illegale gokpartijen, zo. Laat dat uitsluiten. Maar kijk, dat is het enige wat jammer is, wat dan soms misschien inderdaad knaagt aan je carrière, is dat je dan zo wordt gezien. Alleen ik kan mezelf in de spiegel aankijken dat ik gewoon altijd wel bij de top 4, 5, zeker, van de Eredivisie op mijn positie sta. En dat ik genoeg kwaliteiten heb om eigenlijk niet in dat rijtje te staan van... Om je los te wringen van de... Ja, maar ja, dat gebeurt. En ik snap dat ook, hè. Het is ook leuk. En ja, weet je, daar heb je tenminste wel ergens een record in. En laten we die dan maar gewoon behouden. En dan word je over 100 jaar nog steeds herkend. Dat wel, ja. dat positief omdraaien, hoor. Daarom. Wat zijn jouw verdere plannen en ambities? Je bent nu 29. Ja, wat zal Sven van Beek over, weet ik veel, volgend jaar al? Over 2 jaar? Daarom zei ik net, ik laat het een beetje, ik ga een beetje go met de flow. Maar ja, ik heb het nooit onder stoelen en banken gestoken dat ik ooit wel eens een keer naar het buitenland zou willen gaan. Waar dat zal zijn, dat weet ik niet. Dus ik durf daar nu nog niet echt een goed antwoord op te geven. Ja, ben je gewoon bij de juiste tijd, op de juiste timing, ben je daar voor die club. Ja, dan kan er zeker nog wel wat moois in zitten.